Een hele goede morgen. Goedemorgen. Welkom bij Nieuwe Ups & Down. Vanochtend is Jordi bij ons in bed gekomen. Want we hadden echt zoiets van, oh Jordi, het is toch iets te vroeg. Oh. Dus Jordi is bij ons in bed gekomen en die heeft met ons geknuffeld en gestampt en alles erop en eraan. Dus, ja. Liam is ook al wakker. Sammy is al wakker. En Jordi zit nou hier. Want ik had dit veranderd. Hier stond eerst de box. De box staat nou daar. Maar hier staat nu de hokker van de bank. En ik wist niet zeker of ik er wel goed aan deed. Maar volgens mij doe ik er wel goed aan. Want Jordi vindt het wel prima. Ik hoop alleen dat Jordi niet achterover kukelt. Maar ja, dat gaan we zien. En anders moet hij er maar eens een keer van leren. Maar goed, ik ga zo de spullen klaarmaken van Jordi. Want die gaat dadelijk nog naar school. Want deze week is de laatste schoolweek voor Jordi. Wat krijgt Jordi allemaal mee naar school aan eten? Hij krijgt 2 boterhammen met in dit geval paté. Hij krijgt 3 aardbeitjes en heel soms een kiwi. En ik had nou nog watermeloen over. Dus dan krijgt hij dat erbij. Als hij hier geen zin in heeft, dan is dat geen dwang. Maar ze oefenen wel altijd even met hem. En hij krijgt ook... Hallo, mag ik even? Dank u. En hij krijgt ook altijd een fruithapje mee in een potje. Voor het geval dat hij iets niet eet, dan heeft hij altijd iets wat hij toch eet. Dan krijgt hij nog een rugzak mee. Zijn eigen rugzak met zijn eigen naam erop. Daarin zitten luiers, luierdoekjes, droge washandjes, crampje, reservekleding. Hij heeft het ook allemaal al op school. Maar mochten ze tekort komen, kunnen ze het hier altijd uithalen. Dus zijn lunchboxje en zijn fruitje gaat daarin. En een speeltje, altijd een speeltje. En nou zijn we Jordi even aan het aankleden. En brengt papa hem zo naar school. Hallo, mag ik even? Dank u. En dan brengt papa hem zo naar school. En als Jordi weg is, wat gaan we dan doen, Sam? Doen we extra oefenen, hè? Ja. Ik heb hier Peertje. Krijgt voor het eerst. Oh, oh, in je oog. Oh nee. Dat is een vreemde smaak, maar wel lekker, hè? Ik kan me niet voorstellen dat jij dat niet lekker vindt. Al jouw broers vonden dit geweldig. Ja, dat is lekker. Jordi is weer thuis. Jee, Jordi! Hoe waren de pannenkoekjes? Lekker. Ja? Heb je lekkere pannenkoekjes gegeten? Ze waren bij de juffrouw pannenkoekjes geweest te eten. Ik ga even naar de winkel. En naar de apotheek. En dan kom ik weer thuis, kan ik weer aan het eten beginnen. Ik heb even eten gemaakt. En dan gaan we lekker eten. Is het lekker, papa? Ja. Ja? Liam, vind je het lekker? Volgens mij wel, want hij eet het wel, hè, papa. Mm-hmm. En Jordi, die is wel enthousiast over het eten, volgens mij. Want die zeurt zelfs dat papa op moet schieten. Nou, wij gaan lekker eten. We zijn weer terug van het wandelen. En de kindjes liggen nu in bed. Sam kreeg nu de laatste fles. Maar ik was straks naar de winkel geweest. En
Ik heb deze gehaald. M&M's brownie. Zullen we die proberen? Ja, is goed. Lekker. Want we hebben een stuk gewandeld, dus we hebben... We hebben ze wel verdiend. We hebben ze verdiend. We hebben een flink stuk gelopen. We hebben echt een flink stuk gelopen. Ik denk dat we een uur weg zijn geweest. Twee parken gehad. Ja. Half. Twee parken gehad. Nee, we hebben gewoon een heel stuk gewandeld hoor, daar niet van. We zijn echt een uur weg geweest. Maar ja, wij gaan deze eens even proberen. En we nemen jullie mee in onze taste test. Wij eten best wel veel M&M's, hè, als we ze meebrengen. Die leven nooit langer als een dag hier. Nee, maar we eten niet veel M&M's. Nee, als we M&M's hebben. Dan sneuvelt die zak meestal snel, ja. Ja. Hij ruikt wel naar brownie. Ja. 1, 2. 2. Hij bijt als een brownie. Ja. Dat wel echt, ja. Ik hoop dat mijn tanden er niet aan gaan, maar... Ik weet niet of jullie het zien, maar het ziet er zo uit van binnen. Dit is een brownie met chocolade omheen. Ja. Wel lekker. Kunnen we een film erbij aanzetten? Ik ga de vaatwasser doen. Ik denk dat ik deze zak wel moet verstoppelen. Dat denk ik ook. Ja, maar Niels is echt een brownie freak. Maar bij de Albert Heijn hebben ze ook altijd van vierkante brownies bij de broodafdeling. Die vind ik ook altijd heel lekker. Ik heb nog een pak brownies staan. Wat moet ik nog maken? Ik moet alleen een aantal ingrediënten halen. Zoals boter, dat soort dingen. Kan ik van de week ook al doen. Mm-hmm. Maar zijn geslaagd, toch? Ja. Een hele goeie morgen. Wie is er bij papa en mama in bedje? Nee, waar ben je dan? Waar ben je dan? Als je zegt nee. Nou, die is koek. Maar, zoals je hoort, er zijn meerdere kinderen hier wakker. Hij draait zelf op zijn buik. Maar hij zal ook zeker honger hebben hoor. Hoor, die slaapt nog. En wij gaan zo lekker opstaan. Hè? En dan gaat de dag weer beginnen. Heeft dat ding hier. De dag gaat weer beginnen. Liam is lekker aan het ontbijten. Een lekker croissantje, hè? Lekker croissantje. Een lekker happen, hè? Ik heb croissantjes gemaakt. En die zijn we nu lekker aan het eten. Ik moet zo dadelijk naar Tilburg toe, naar het ziekenhuis. Ik heb een gastric bypass gehad en daarvoor heb ik nou mijn laatste controles voor na de zwangerschap van... Sammy! En iemand slaapt uit hier. Eén iemand slaapt uit, ja. Jordi. Jordi is aan het uitslapen. Die laat ook gewoon liggen, want hij moet vanmiddag naar de kapper. En die is te wakker. Goedemorgen, chef. Meneertje chef. Wil je lekker slapen? We hebben hem niet wakker gemaakt hoor, hij is zelf wakker geworden. Mr. Chef, heb jij lekker geslapen? Of ben je nog steeds een beetje aan het slapen? Ja? Straks naar de kapper, hè, vriend? Ja.
ben straks naar Tilburg geweest, naar het ETZ, het Elisabeth ziekenhuis. En ja, Elisabeth Twee Steden ziekenhuis, zo moet je het eigenlijk noemen. Daar hebben ze mijn gastric bypass gedaan. En ik ben nu weer terug en ik ben met vlag en wimpel geslaagd. Normaal is een en ontslagen. Ook nog. Ontslagen van het feit dat ik nu geen controles daar meer hoef te doen. Dat komt omdat normaal is het 5 jaar. En dan is het voorbij. Maar omdat ik dus Liam en Sam heb gekregen, heeft het traject bij mij wat langer geduurd qua controles. En dus ben ik ja, voor vandaag voor het laatst daar op controle geweest. En wat vind je ervan, papa? Ik ben trots op je. Ben je trots op me? Mm-hmm. Ja? Omdat je ze goed gedaan hebt, krijg je M&M's van mij. Nou, ik hoor je weer volgevoerd dus. Maar ik sta goed op gewicht. Mijn bloeduitslagen waren allemaal goed en netjes en alles. Dus ik ben trots op mezelf dat ik dit goed heb volbracht in al die tijd. En we gaan zo door. En nu ligt Sam te slapen, Liam te slapen. Jordi is nog wakker, want Jordi die heeft uitgeslapen en die gaat nu dus echt niet slapen. En tegen de tijd dat hij wel zou gaan slapen, moet hij alweer naar de kapper. Dus we houden hem even op. En we hopen dat hij wakker blijft totdat hij naar de kapper is geweest. En dan ja, moeten we nog wat boodschapjes doen en dat soort dingen. Maar voor nu gaan we eventjes bankzaken doen. Even zitten en eventjes trots op mezelf zijn. Ik ben M&M's nu aan het snoepen. Maar papa is een beetje lui vandaag, hè? Mm-hmm. Want ik denk bij zijn eigen Jordi, die zit mooi in de box. Dus Jordi kan ook zijn fles drinken in de box. Jordi zit helemaal in zijn eigen wereld. Nee, hij heeft niks meer vast. Hij heeft gewoon, zit met zijn benen omhoog, Niels. En de melk is bijna. Ja, de melk is op. Dat is net een tank, een trechter. Hij zet dat ding op zijn muil en hij op. Jordi kan ook niet fatsoenlijk gewoon een paar slokjes pakken. Nee, hij moet gewoon in één keer een hele hoop drinken hebben. En dan is hij content. Hij zou ook nooit de rust kunnen vinden om rustig een paar slokjes iedere keer te pakken. Nee, Liam wel. Liam wel, ja. Maar Jordi kan dat niet. Sam ook niet. Nee, dus Sam kan daar nu nog niet, nee. Die is ook van het atten. Jordi gaat naar de kapper. En papa lekker ook. Ja, hij gaat naar de kapper. Dus dat was voor. En dit is na. Ben je geknipt, jongen? Ben je weer mooi? Ik vond dit best wel leuk. Vond je het leuk? En die kriebelde allemaal. Jij vindt de laatste tijd heel leuk om op zijn hoofd gekriebeld te worden, toch? Ja, en dan begon te lachen toen hij met de feun. Is toch leuk? Vond je het leuk? Ja? Oké, daar ben ik blij om. Ben je weer knappen. Samen met die papa. Hetzelfde kapsel, hè? Dat scheelt in de kost. Nee, dat is helemaal niet. Dat is gewoon wat bij jou het beste werkt en staat. En bij Jordi ook het beste werkt en staat. Downies onder elkaar. Ja, de downies onder elkaar. Oh, trouwens, neem geen aanstoot hieraan. Dit is gewoon humor die wij hebben. Niels, we gingen even wandelen, toch? Ja. We zijn zeiknat. Tot aan onze onderbroek aan toe. En de kinderen, die zijn droog. Ik ga gauw even handdoeken voor mij en Niels pakken. Nadat we weer een beetje gedroogd zijn, hebben we nou frietjes gehaald, hè papa? Mm-hmm. En Jordi is ook frietjes aan het eten. We gaan gewoon kijken hoe dat hij doet. Liam is in ieder geval goed aan bunkeren. Ik heb Sam net de fles gegeven. En ik ben Sam buikspieroefeningen aan het laten doen.
Papa staat hier te vervelen. Auw! Dat is een vlieg. Waarom? Waarom doe je dat nou? Dat is een vlieg. Nee, dat is niet waar. Oh. Mannen, en ik heb er hier vier. De kindjes liggen lekker te slapen, dus het is hier heerlijk rustig. Heerlijk. Wij gaan even op de bank tv kijken. Ja. En dan gaan we zo slapen. Ja. En dan morgen weer een nieuwe dag. Maar bij deze gaan we deze ups en downs ook afsluiten. Ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.